Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Leuk jullie weer te zien. Ik heb een grote show nog. Ga eerst met de TM beginnen. Een grote. Ik heb er 3 DM's geweest. Eerste DM. Grote. Kijk. Oh. Pak even mijn gok erbij. Anders kan ik het niet lezen. Ik ga het eerst nu even kijken. Ja. Van aanraden van vrouwtje. Deze. Even. Zo, scherp staan. Die was zeg maar 4,95. Dan heb je de NYX Jumbo Pencil. Die was 5,85. Ik leg het even hier achter me neer. En deze was 2,25. Kan je oogschaduw mee zetten. Blending brush, zoek het ook maar, dan zie je het product beter. Een blending brush van Ebelin. Die was 2,95. Een concealer brush. Zoals je kan zien. Die was ook 2,95. En highlighter. 3,95. En make-up 3,95. Deze was van Ebelin. 2,95. Deze was 2,45. Kan je wel. In doen. Deze 2,95. Voor je wenkbrauw. Dan spiegel. Oeps, sorry. De spiegel. €4,95. En deze was 2,95. Dus dat is 1. Het nummertje 2.
2 keer Hansaplast, 6,95. Voor Ernst's voeten. €4,95. Ja, ik heb er weer een gekocht. Dan heb ik de shampoo en de conditioner gekocht. De shampoo was €1,95. Conditioner was €1,95. En deze was €3,45. DM trip nummer 3. 2 keer 1,65 deo rollers. Wou ik gewoon proberen. En heb ik er nog 2 gekocht. Ook €1,65 per stuk. Ja, 2 van deze. €4,95 per stuk. Ik ga het even laten zien. Is het goed en het duurt weer lang voor het toch weer komt. Dus die. En eindelijk, ik heb ze. 2 stuks. 2 stuks. €7,85. Goede verhalen over. Dat je kon blenden, althans contouren. Dus ik ben daar heel blij mee. Ik ga nog niks zwartsen. Dus ik heb er 2 van gekocht. Ben ik ook nog bij de muur geweest. Twee minis, €0,75 per stuk. Zo cute. Zo klein. En voor mijn vulpen. Die was €0,79. Ik heb er nog één gekocht voor €1,35. Nog een tripje Rossmann geweest. Die. En daar heb ik dus een nieuwe Catrice had ik deze gekocht. €5,99. Vond hem zo mooi. En deze die was ook nieuw. Ik heb deze genomen. Deze was €4,29. Daar heb ik
Sunshine 040 en 050. Waterproefdruppels om je foundation waterproef te maken. Hier staat Refill 1 Waterproof Drops verwandeld foundation in water make-up. Maak je foundation waterproof, dus ik ben heel benieuwd. Die laat ik ook nog even dicht. Dat was mijn shopblog. Ik zal zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je op de hoogte. En